Conservation International Suriname, CIS, heeft vandaag het concept van de nieuwe natuurwet aangeboden aan DNA-voorzitter Jennifer Geeling-Simons. De huidige natuurwetgeving stamt uit 1954 en is aan vernieuwing toe. Een van de directe voordelen van de nieuwe wetgeving is dat het natuurtoerisme tot bloei komt, zegt directeur van CIS John Goedschalk tegenover onze nieuwsdienst. Ook zal het de druk op de overheid om alleen aan natuurbeheer te doen verminderen. Het is ingediend bij het parlement en het is in ontvangst genomen door de voorzitter. Hoe heeft hij gereageerd? Nou, ze was verheugd, ze was blij het te mogen ontvangen. Het is een traject dat we samen met het parlement hebben doorlopen, namelijk in ieder geval 18 maanden lang hebben we samen met het parlement en met verschillende leden van de overheid hebben we gewerkt aan deze wetgeving. Overigens waren er heel veel meer partijen betrokken, tientallen instituten waren betrokken, honderden mensen, duizenden manuren zijn hierin gestopt. Dus we zijn echt al een hele tijd bezig en we hebben het op een zo transparant mogelijke manier gedaan waar iedereen kon participeren. Heeft ze al gezegd wanneer het in behandeling wordt genomen? Nou, wat ze heeft aangegeven is dat ze zich er hard voor maakt dat in ieder geval volgend jaar het is aangenomen. En wie weet dat ze misschien zelfs dit jaar nog beginnen. Indien de nieuwe wetgeving wordt behandeld en aangenomen, zal deze ook werkgelegenheid scheppen, zegt Goedschalk verder. Een heel concreet voorbeeld is dat je straks natuurtoerisme kan gaan doen in deze parken. Vanuit verschillende commerciële partijen. Dus dat betekent dat we kunnen uitzien naar veel mooiere faciliteiten in de natuurparken, waarbij het commercieel beheerd kan worden, natuurlijk met de juiste regels. De natuur moet daarbinnen gerespecteerd worden. Maar nu kan alleen de overheid dat doen. En straks met deze wet zal het veel breder kunnen. Is er genoeg kennis in Suriname aanwezig als het aankomt op natuurbeheer? Absoluut is er genoeg kennis aanwezig. Onderschat niet de eeuwenoude kennis van de inheemse en de tribale over hoe om te gaan met de natuur. We hebben ook een heel sterke herbarium, zoologische collectie. Er is een heleboel kennis hier hoor. Alleen het wordt nu onvoldoende ingezet. Omdat zoals ik eerder aangaf, het allemaal door de overheid gedaan moet worden. En als je alles aan de overheid over moet laten, dan is het gewoon te veel om te dragen. Directeur van Conservation International Suriname, John Goedschalk. Vandaag heeft het parlement een nieuw concept van de natuurwetgeving in ontvangst genomen.